Jaap Jongbloed noemde de breuk met de moeder van zijn kinderen een drama. Toch durfde de presentator zich daarna weer op het liefdespad te begeven. Meerdere jonge vlammen passeerden de revue. Afgelopen lente mocht Jaap Jongbloed 65 kaarsjes uitblazen. Betekent dit dat hij aan het afbouwen is? Totaal niet, vertelt hij in Libel. Sportschool. Zijn moeder is zijn grote voorbeeld. Zij is 88 en vorig jaar nog heeft ze samen met mijn broer een mixed tennis toernooi gewonnen. Dat is toch waanzinnig? Zo wil ik ook best oud worden. Daarom doet Jaap er alles aan om in topvorm te blijven, zegt hij in Libel. Zo eet hij gezond, tennist hij en is hij vaak in de sportschool te vinden. Als je goed voor je lichaam zorgt, heb je minder last van ouder worden. Weet je wat ik echt leuk vind? Kickboksen. Dat doe ik samen met mijn vriendin. Marketeringen baken is sinds 3 jaar Jaaps grote liefde. Daar gingen wel een aantal breuken aan vooraf. Slachtoffer al. Jaap was 18 jaar getrouwd met Saskia, met wie hij zoon Kim, 28, en dochter Samber, 30, en Berber, 23, kreeg. In 2008 ging het stel uit elkaar. Een drama noemde hij zijn scheiding eerder in Libel. Mijn vrouw en ik hebben allebei heel lang geprobeerd het huwelijk te redden. We zijn jaren in relatietherapie geweest. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehaakt, maar dat had zij ook kunnen zijn. Jaap had daarna 7 jaren relatie met de 18 jaar jongere Querine. Vervolgens was hij enige tijd samen met de 8 jaar jongere Shirley en daarna met de 15 jaar jongere Paola. Hoe hij Inge heeft ontmoet. Gewoon, op Tinder, vertelt Jaap in Libel.